Vandaag zijn we hier in Amsterdam in het oude Philips hoofdkantoor. Dus we hebben 18 verdiepingen leegstaande kantoorruimte en we hebben daar een aantal verdiepingen van gepakt. Waar we nu de Dutch Open Hackathon hebben. Dutch Open Hackathon is een event wat georganiseerd is door 7 partijen. Die hebben allemaal hun API's, dus software pluggen eigenlijk beschikbaar gesteld of datasets. Waarmee ze developers de kans geven om daar een app mee te ontwikkelen. Ja, en degene die de mooiste app heeft gemaakt, die wint de grote prijs. Lekker relaxed. Bezig, gewoon wat in elkaar knutselen. Een beetje hacken volgens mij. Ja, volgens mij ook. Gewoon een appje in elkaar draaien met wat collega's. Okay. Dus. We hebben een idee, een concept, maar we hebben nog niks geprogrammeerd, dus we moeten echt vanaf nul gaan beginnen. We hopen op inspiratie, op nieuwe ideeën en ook op ideeën waar verschillende datastromen, waar verschillende belevingen van mensen samenkomen. Let's start hacking. Great job all. We can write it down on paper. Nou, wat is dan de startcontrol? Waar beginnen we de app mee? Je hebt toch een inlogscherm gebouwd? Ja, login. Voor Schiphol is het belangrijk om innovatieve toepassingen te bouwen op de data. En het is natuurlijk hartstikke leuk om samen met andere grote partners uit het bedrijfsleven dit te organiseren. We hebben een API Expert Room, dat is op de 18e vloer, de verdieping. Daar kun je naartoe voor vragen over de datasets. Nou ja, krijgen waar andere mensen op de site op. Ik vind het een heel prettige open sfeer. Mensen zijn rustig aan het werk. Ik had verwacht dat er iets meer chaos en hectiek zou zijn. Maar mensen zijn eigenlijk heel zoetjes aan het spelen. En volgens mij amuseren zich. Er wordt gelachen, dus dat is goed. We gaan sowieso voor Albert Heijn en Bol.com. En afhankelijk van de tijd die over is, gaan we kijken of MyOrder of de Webfleet er nog bij of de Philips Hue bij kunnen pakken. Stel je voor, ik ben naar de Albert Heijn geweest, maar ik ben wat vergeten. Dan kan ik registreren, ik ben bij de Albert Heijn, heb ik nog een pakje boter nodig. En als mijn buurman dan toevallig bij de Albert Heijn naar binnen loopt, dat hij een pushbericht krijgt van ping. Nou ja, Floris van CVH heeft boter nodig. Wil je dat voor hem meenemen? Ik ga gewoon op z'n minst 3 uur slapen. Dat is echt, ik ben wel iemand die gewoon moet slapen, dus ik heb besloten ik ga ergens 3 uur slapen. Dus dat gaat gewoon gebeuren. En op die manier probeer ik dan de overige 27 uur vol te houden. Ik heb heel veel mensen gezien die met eigen spullen hier kwamen. Dan wel grote schermen. Dan wel grote schermen met ook nog slaapzakken. Dus dat is helemaal goed. En zoals ik zelf zeg tegen iedereen, ik ga vanavond iets vrijwillig doen. Wat ik hoop dat mijn KLM-passagiers nooit hoeven te doen. En dat ze op een Schiphol veldbedje liggen. Kort geslapen en we zijn er weer. Ja, hoe lang heb je geslapen? 3 uur maximaal. Wat fijn. Ik dacht hier een beetje mijn eigen privacy te hebben en nou echt niet. We dachten hadden gisteren zoiets van, we zijn om 12 uur klaar. En we houden het simpel voor onszelf. En dan zijn we gewoon in de avond klaar, gaan we lekker op tijd naar bed. Lachen iedereen uit. Maar dat was niet zo'n succes. Om 16:30 haakt echt iedereen langzaam af, maar gewoon echt uit moeheid. Wat wij gemaakt hebben is een applicatie die iemand in staat stelt om voor iemand anders een pakket te kopen. Wat vervolgens op het vliegveld afgeleverd wordt op een prijsband. Vandaag is de jurering. De developers hebben tot ongeveer 12 uur de tijd op hun hetgene wat ze hebben bedacht ook te maken. En om 12 uur stopt het. Dan mogen ze gaan pitchen voor de jury. En de beste 2 teams per subjury die gaan naar de grand final. En daar mogen de 10 beste teams on the grand stage kunnen zij pitchen. We lopen het overdag met iets van 15 teams met onze API hier rond. Dus het levert 15 resultaten op. Dus heel benieuwd wat dat gaat worden. Elke koffer die meegaat krijgt wordt een personage in de app. En daar beleef je avonturen mee en die leiden je ook door het vliegveld en wat je moet doen bij de check-in en wat je moet doen bij de paspoortcontrole en zo. Coming home. from a holiday after a long journey of travel or a flight can be quite uncomfortable. So you finished all your food before leaving the country. It's not really hard for them to provide us with this service. Oh, the runner-up and winning 1,500 euros is Alberto. Alberto! Winner and winning 2,500 euros and eternal fame. Welcome home. Ja, de winnende app is Welcome Home. Het is een club geweest die in 25 uur iets heel moois heeft gemaakt. Ze hadden een aantal criteria. Aan de ene kant is dat heel mooi visueel design met heel veel verschillende datastromen die ze gecombineerd hebben. Wat we hebben afgesproken met alle bedrijven is dat zij individueel het team kunnen benaderen en dan hopelijk verder gaan in die bedrijven. We hadden van tevoren van, misschien moeten we heel veel gaan voorbereiden, want je weet alle bedrijven al die meedoen. Ja. En daar kwam het allemaal in van, want iedereen was druk. Niet voorbereid, helemaal niet. We hebben onze eerste computer gekocht voor we aankwamen. Nee. We gaan donderdag nu naar Schiphol en MyOrder wil praten. Aal gaan we mee praten. En we hebben net onze contactgegevens op onze nieuwe site gezet in 5 minuten. We hebben een site. We hebben nu een site vanaf vandaag.